Welkom bij een nieuwe vlog van Bergtourage. Ik sta hier op het bedrijf van de familie van Dorp. Die hebben een biologisch melkveebedrijf in Alphen aan de Rijn. Het heeft de toepasselijke naam Ecodorp. Wordt biologische melk geproduceerd. Het is een bijzonder bedrijf. Wat is het bijzonder aan? Ze produceren A2 melk. En A2 melk is ook voor mensen met bijvoorbeeld een koemelkallergie. Kunnen dat drinken. Daarnaast wordt de mest opgevangen voor de biovergisting, waardoor er ook weer energie van gemaakt wordt. Bij de koeien is net vers gras bijgevoerd. Stimuleert enorm de melkproductie. Mooi gezond voer. Wordt rechtstreeks vanaf het land voor de koe gegooid. Koeien zijn er gek op. Maar zoals gezegd geven er ook veel melk van. Zoals gezegd produceren de koeien op het bedrijf van Ecodorp A2 melk. Er zijn speciale koeien, speciale veestapel ook daarvoor. Nou, zoals gezegd, die melkproductie wordt ondersteund door de sojaborstel die Bergtourage hier levert. En dat is weer een nat bijproduct waar voornamelijk eiwit in zit, wat de melkproductie stimuleert. Zorg ervoor dat de koeien beter aan de melk zijn. Energierijk product. Het geeft ook plak in het rantsoen. Zoals nu met het vers gras is het geen probleem. Met de smakelijkheid van het rantsoen wordt dat wel beter op het moment dat er ook wat nattere bijproducten worden gevoerd. Koeien worden hier gemolken met de Laval robot. Het bedrijf van Ecodorp heeft in totaal 3 robots waar de A2 melk aan te doen wordt. Dat net een koe gemolken. Deze biovergister zet onder andere mest en afvalproducten uit de voedselindustrie weer om in energie. Zodat er op een duurzame manier niet alleen melk, maar ook energie wordt geproduceerd. Bedankt voor het kijken, ik hoop dat u een interessante vlog vond. Tot de volgende keer.